bij de Gamer Geeks en welkom bij het Gamer Geek Nieuws. Het meest opvallende gaming nieuws voor jou hier op een rijtje gezet. Ik ben Jim en dit waren de headlines van de afgelopen week. Veel nieuws vanaf de PlayStation kant. Sony heeft namelijk een persconferentie gedaan vlak voor de Tokyo Game Show, waarin ze een aantal interessante aankondigingen hebben gedaan. De PlayStation 4 zal in Japan in 2014 pas gaan verschijnen. Wat opmerkelijk is, want zelfs wij Europeanen krijgen dat ding nog eerder. Maar ja, aan de ene kant hoeft Sony geen concurrentie te vrezen in Japan. Want de Xbox One staat er voorlopig ook nog niet gepland, dus who gives a fuck? Sony heeft ook een nieuwe versie van de PlayStation Vita aangekondigd. Deze zal de PlayStation Vita 2000 heten en zal net zoals bij de PSP de oudere modellen gewoon vervangen. De nieuwe Vita is een stuk lichter, een stuk dunner en heeft een langere batterijduur. En nog interessanter om te melden is dat er nu een interne memory card aanwezig is van 1 gigabyte. De schijfruimte valt nog wel uit te breiden met de memory cards die al verkrijgbaar zijn. Het is nog niet bevestigd of de nieuwe Vita naar andere delen van de wereld uitkomt, behalve dan in Azië, want daar komt hij sowieso. Onlangs is de prijs van de PlayStation Vita nog verlaagd van 250 naar 200 euro. Maar de grootste aankondiging die werd gedaan door Sony was de aankondiging van de PlayStation Vita TV. Een piepklein apparaatje die je kan aansluiten op je televisie om daar PlayStation Vita games mee te spelen met behulp van een PlayStation 3 controller. Ook allerlei andere functionaliteiten die op de Vita aanwezig zijn, zijn ook gewoon aanwezig op de PlayStation Vita TV. Dit nieuwe apparaat komt op 14 november uit in Japan en zal inhouden de PlayStation Vita TV, een DualShock 3 controller en een 8 GB memory card. De Assassin's Creed franchise breidt zich verder uit. 31 oktober komt de nieuwste game, Assassin's Creed 4 Black Flag, uit voor de huidige en volgende generatie consoles. Maar uitgever Ubisoft vindt dit nog niet genoeg en heeft 2 nieuwe titels aangekondigd. Assassin's Creed Liberation kwam vorig jaar al uit voor de PlayStation Vita, maar in 2014 is deze game ook in HD vorm te spelen voor de PlayStation 3, de Xbox 360 en de PC. Volgens Ubisoft krijgen de graphics een update en zullen er wat gameplay tweaks zijn. En hou jij van piraten en wil jij ook onderweg op zoek naar treasure, fame en zeewater? Dat kan ook! Assassin's Creed Pirates is namelijk aangekondigd voor de high-end smartphones en tablets. In deze game speel je als een jonge piraat die op zoek is naar treasure. No shit, Sherlock! Assassin's Creed Pirates of the Caribbean. Minhead of the Caribbean gebeuren moet deze herfst uitkomen. Steam, het digitale distributiesysteem van uitgever Valve, heeft Steam Family Sharing aangekondigd. Dit houdt in dat jij jouw gamecollectie kan delen met 10 computers van familieleden. Deze kunnen aan de slag met eigen achievements en eigen savegames met games die jij gekocht hebt. Ook de statistieken zullen apart zijn, dus je hoeft je geen zorgen te maken dat jouw kill-death ratio in Counter-Strike helemaal verneukt wordt. Dit klinkt allemaal fantastisch natuurlijk dat je je games kan delen met 10 vrienden, familieleden. Maar er zijn natuurlijk wel wat beperkingen. Zo kan maar 1 persoon tegelijkertijd jouw gamecollectie gebruiken. En stel dat een vriend jouw gamecollectie aan het spelen is, maar jij wil spelen. Jij bent de rechtmatige eigenaar, dus jij krijgt dan voorrang. En dit zal ook niet als een verrassing aankomen, maar de Steam Family Sharing geldt alleen voor games met een Steam activeringscode. Steam Family Sharing lijkt wel heel erg op het Family Sharing plan wat Microsoft eerst had voor de Xbox One. Maar toen Microsoft een gehele online beleid omgooide, was dit idee geschrapt. Steam Family Sharing is op dit moment in een beta en zal naar verwachting in 2014 voor iedereen beschikbaar zijn. Tot zover deze editie van het Gamer Geek News. Heb jij vragen, opmerkingen of nieuwstips? Mail ze dan door naar redactie@gamergeeks.nl. Like ons op Facebook, volg ons op Twitter en subscribe op ons YouTube kanaal via www.gamergeeks.nl. Tot de volgende keer voor weer een nieuwe editie van het Gamer Geek News.